Goeiedag en welkom bij deze online workshop over het gebruik van de Floriday Explorer. Vandaag zullen we dieper ingaan op hoe je Floriday Explorer kunt gebruiken om assortiment te ontdekken en beheren. Hoe je direct kunt inkopen op het aanbod van kwekers en hoe je hierbij meldingen kunt maken. Daarnaast ga ik het onderdeel aanvragen en offertes laten zien. Hoe je filtersets kan samenstellen, hoe je klokvoorverkoop via de Explorer kan kopen en tenslotte hoe je aanbodselecties maakt. Laten we direct van start gaan. Ga in Floriday naar het menu en naar Explorer. Bovenin kun je aangeven of je assortiment wil ontdekken, inkopen of beheren. Hier zijn ook drie grote knoppen voor. Voordat we hier verder gaan, bekijken we eerst wat er op deze pagina te vinden is. Hier zie je een aantal snelkoppelingen, welke ik even met je door zal nemen. Noviteiten ingediend door kwekers en gecontroleerd door Rode Floor Holland. Klok voorverkoop Rode Floor Holland. Als je hierop klikt, kom je bij het klokvoorverkoop aanbod terecht. Hier kom ik later nog op terug. Nieuw, alle nieuwe producten die zijn toegevoegd door kwekers in de catalogus. Weer beschikbaar. Hiermee kan je direct filteren op de artikelen die in de afgelopen week weer beschikbaar zijn geworden. Dat zijn artikelen die niet per se nieuw zijn, maar een tijdje niet meer beschikbaar waren. Vervolgens zijn er ook kwekers die gebruik maken van 360 graden productfoto's. Als jij dat interessant vindt, kun je daarop klikken en deze foto's van de artikelen zien. RFA Select. Koop bloemen en planten via RFA Select zonder voorraadrisico's en pijlsnel afgeleverd. Meldingen. Hier zie je de meldingen terug die jij of jouw collega's hebben gemaakt bij kwekers. Aanbodselecties. Hier zie je de door jou gemaakte aanbodselecties terug. Je kunt aanbodselecties maken van bepaalde productsoorten of een selectie maken per inkopen. Later in het webinar zal ik hier nog op terugkomen. Trending. Dit zijn de trending artikelen van de afgelopen week. Dit wordt onder andere op basis van zoekvolume, aantal keer aangeklikt en aantal verkopen bepaald. Deze trending artikelen kun je gemakkelijk aan een aanvraag of offerte toevoegen of markeren als favoriet. Nieuw van kwekers uit je netwerk. Hier zie je een overzicht van nieuw opgevoerde artikelen van kwekers uit jouw netwerk. Nog verder naar onder kom je bij verschillende productgroepen waarop je snel kan filteren. We gaan eens eerst kijken naar ontdekken. Hierin staan alle artikelen van alle kwekers, ongeacht connectie of aanbod. Wanneer je nu direct klikt op zoeken, krijg je alle artikelen van alle kwekers te zien. Als eerst hier bovenaan het aantal artikelen bij het aantal kwekers. Je kunt hier kiezen voor jouw eigen sorteervolgorde en de tegel of lijstweergave. Onderaan kun je ook de resultaten per pagina wijzigen. Door middel van de filtermogelijkheden aan de linkerkant kun je ervoor zorgen dat je het assortiment ziet wat jij wil zien. Zo vind je verschillende filtermogelijkheden voor het artikel. Zo kun je, wanneer deze filter aanstaat, alleen het assortiment zien van jouw netwerk. Wanneer je deze uitzet, zie je ook het assortiment van kwekers buiten je netwerk. Hiernaast heb je filters voor de eigenschappen, kleur en overige filters. Met ontdekken kan je ervoor zorgen dat alle artikelen waar je interesse in hebt met een sterretje worden gemarkeerd. Hierdoor voeg je ze toe aan jouw assortiment, waardoor je ze later makkelijk terug kan vinden. Als je op het sterretje in de filters klikt, zie je jouw volledig geselecteerde assortiment. Ook kan je zoeken op het assortiment wat nu nog niet geselecteerd is. Artikelen die je selecteert door middel van het sterretje bij ontdekken, zie je terug onder het kopje assortiment beheren. Met assortiment beheren kies je jouw eigen voorkeursnaam, belading en foto, welke op deze manier dan doorkomt bij jou in het systeem of in de webshop. We gaan nu eerst terug naar ontdekken. Vanuit de Explorer kan je ook aanvragen plaatsen of offertes maken. Je kan een artikel toevoegen aan een aanvraag of offerte middels de drie puntjes of via multi-select.
Als je erachter komt dat een bepaald artikel niet in het aanbod staat, dan zou je dit artikel alsnog kunnen aanvragen voor een bepaalde periode en aantal stuks. De offerte kan je downloaden via Excel en doorsturen. Je kan een aanvraag maken of offerte maken per kweker of van de volledige selectie. Mocht je nu een artikel zien waarvan de foto niet goed overkomt, de beschikbaarheid niet klopt en de artikeleigenschap ontbreekt of een belading niet goed staat ingesteld, kan je een melding maken richting de kweker. Dit doe je door op de drie puntjes bij een artikel te klikken en kies voor melding maken. We gaan nu naar het onderdeel inkopen in de Explorer. Hier zie je actueel aanbod. Als eerst heb je de afleverlocatie en afleverdag in. Vervolgens kan je gaan zoeken op aanbod. Om de levervoorwaarden van de kweker te bekijken, ga je met je muis over de naam van de kweker. Hier zie je de afverlevertijden, eventuele lever- en transportkosten en minimale bestelgrootte. Het is belangrijk dat je aan deze minimale bestelgrootte voldoet. Als je wil gaan kopen, dan klik je op het winkelwagentje. Hier geef je op hoeveel je wil bestellen. Je hebt ook de mogelijkheid om een order, eindklantreferentie of afleveropmerking mee te geven. Zodra de bestelling is geplaatst, zie je rechtsboven een knop met recente bestellingen. Je hebt dan nog 5 minuten de tijd om de order te annuleren voordat de kweker deze binnenkrijgt. Mocht je niet voldoen aan de minimale bestelgrootte, zie je bij de knop met recente bestellingen een uitroepteken staan. Hieraan zie je dat iets niet goed is. Wanneer je hierop klikt, kun je vervolgens op bijbestellen klikken, waardoor je bij het aanbod van deze kweker terechtkomt. Heb je bepaalde filters die je vaak gebruikt? Dan kun je dit opslaan als filterset. Wanneer je bijvoorbeeld vaak zoekt op een bepaalde potmaat en een plantenhoogte, kan je deze als nieuwe filter opslaan. Vervolgens heb je ook de mogelijkheid om opgeslagen filters te beheren. Als jouw organisatie op klok voorverkoop mag kopen, heb je de mogelijkheid om bij de filters klok voorverkoop te selecteren onder het kopje aanbod. Dit is vanaf 12 uur beschikbaar. Je hebt de mogelijkheid om op verschillende veldlocaties te filteren. Het laatste wat ik wil toelichten zijn de aanbodselecties. Met Explorer kan je aanbodselecties maken van bepaalde productsoorten of een selectie maken per inkoper. Op deze manier kan je gemakkelijk filteren in Explorer en vind je meteen de artikelen of het aanbod dat voor jou interessant is. Wil je een aanbodselectie aanmaken, dan ga je weer naar het hoofdscherm van de Explorer en kies je Nieuwe aanbodselectie. Hieronder zie je een overzicht van de aanbodselecties die door jou of je collega's zijn aangemaakt. Wil je nu artikelen toevoegen aan jouw aanbodselectie, dan ga je weer naar het zoekscherm. Hier kan je artikelen toevoegen middels de drie puntjes of met multiselect. Wil je vervolgens filteren op een aanbodselectie, dan zie je links deze in de filter staan onder opgeslagen filters en selecties. Dit was de online workshop. Ik hoop dat alles duidelijk is. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Florida Support, want we helpen je graag. Dankjewel.